Hey, welkom bij Man Cave. Dit is Nasku Barbecue en vandaag gaan we Indiase kippenpootjes maken. Dat zijn heerlijke drumsticks in een curry met rassausje. Goed, wat hebben we nodig? Nou, uiteraard kippenpootjes. Die heb ik hier liggen, 5 stuks. Ik heb kokosmelk en ik heb currypasta. Curry met raspasta heb ik. Je kunt natuurlijk ook je eigen matraspasta maken. Daar heb ik nu geen tijd voor. Dus vandaar het kan dan klaren. Maar goed, heb je een keer lekker een hele dag de tijd of een middag de tijd. Ga lekker naar de toko. Leef je lekker uit. Maar ik heb nu even voor de makkelijke variant. Nou, dit zijn ook de ingrediënten. Voel je vrij om daarin in te experimenteren. Tabasco erbij, wat pittiger maken. Je zou ook nog een uitje erbij kunnen snipperen. Nu ik dat zeg, denk ik, hey, dat is misschien ook wel een heel goed idee. Misschien dat ik dadelijk even nog een uitje erbij pak. Maar goed, wat ik al zei, en dat zeg ik vaker in mijn recepten. Variëren kan eindeloos en doe dat ook gewoon. Geef je eigen twist eraan. Gebruik een bepaald recept als basis en ga er gewoon lekker mee aan de slag. Dus net zoals dat ik nu ook lekker aan de slag ga. Dus laten we beginnen. Kokosmelk erbij. Nou, dit is mooi gemixt. En ja, het is echt een heel simpel gerecht. Leg ze even erin. Zo. Dan hoop ik wel dat het allemaal in past. Kijk, perfect. Zo lekker onderdompelen. En je gebruikt eigenlijk nou gewoon de saus als marinade. Zo, nou, dit is mooi ondergedompeld. En dan gaat het op de barbecue. Barbecue staat nu op 150 graden indirect. En daar laten we hem ook op staan. En dan gaat deze daar lekker op pruttelen. En zoals je ziet, ik heb een indirecte zone, de deflector plates liggen erin, dus de warmte komt van de zijkant, dus niet direct. Dus nu gaat hij weer dicht en dan gaat hij lekker zijn werk doen. Nou, wat ik net al zei, even lekker een uitje nog erbij. Die snipperen we even lekker fijn en dan gaat hij er nog bij. Yo. Dat was iets te enthousiast. En terwijl ik dit sta te snijden, denk ik ook weer van, daar had ik misschien wel een gegrilde paprika in gekund. Misschien nog een teentje knoflook, al moet ik wel zeggen dat die pasta ook natuurlijk al wat knoflook in zit. En ja, kijk, zo kun je eindeloos variëren. Maar dat is ook het leuke aan barbecue. Wat ik net al zei, eindeloos variëren. Gewoon lekker je ding doen. Ja, jezelf, je gasten, je vrouw, je man, je vriendin. Die nemen het gewoon lekker verrassen. Lekker verrassen met je gerechten. En dan komt dat helemaal goed. Zo. Het begint al een beetje te bobbelen.
Deze gaan er gewoon bovenop. Dat is ook nog een beetje uitsteken. Dat ze lekker die rooksmaak een beetje meekrijgen. Dat ze lekker bruin worden. Dan, straks als ze genoeg rook hebben gepakt, die uitjes, dan roer ik ze nog een keer doorheen. Maar, in het begin doen we ze mooi bovenop. Zo, lekker aan het pruttelen. Zoals je kunt zien. Even de uitjes. Lekker rondroeren. Lekker. Zo. Eens even de thermopan pakken. Even kijken waar we op zitten. 60. 62. Hij moet nog heel eventjes. Deze zit op 68. Deze is al veel verder. Even kijken. Deze was. Ja, het is nog een beetje wisselend. Ik laat hem nog even, ik denk dat hij nou een half uurtje, drie kwartier erop staat. Dus ik laat hem nog even liggen. Ik roer hem nog even één keer rond. En dan gaat hij weer dicht. En dan, ik denk over een kwartiertje of zo, kijk ik weer een keer. En dan kijken we dan even wat de temperatuur is. Let natuurlijk goed op, want het is gloeiend heet. En je ziet de stoom nog vanaf komen. Oh, lekker, kijk eens. Ik heb een pootje. Ik heb goede honger. Dus doe er lekker twee. Lekker wat aan die saus met die ui. Met die met ui eroverheen. Nou, zoals je ziet, ik ben geen chef. Hè. Dit is gewoon dadelijk voor lekker thuis binnen op te eten. Dus dit ziet er toch gewoon prachtig uit. Ik ga hem even wat dichterbij houden. Ik weet niet wat jullie betreft, maar ik krijg hier gewoon honger van. Dus kijk eens aan. Kip met ras, oftewel curry met ras met kippenpootjes. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden om naar te kijken. Ja, ik vind het gewoon prachtig eruit zien. Ik heb heel veel zin om dit op te eten. Dus we gaan hier even lekker afsluiten. Vond je deze video leuk? Vergeet dan natuurlijk niet om te abonneren. Druk ook gelijk op het belletje en dan krijg je een berichtje als ik weer een nieuw filmpje upload. Ik zit ook op Instagram en Facebook. Vergeet natuurlijk ook niet me daar even een keer te volgen. Dat zou ik echt leuk vinden. Heb je nog tips, tricks of opmerkingen, dan hoor ik ze graag. Laat dan een comment achter hieronder, onderaan dit berichtje. En vergeet natuurlijk ook niet even een duimpje omhoog te doen, hè, een likeje. Dan kan ik weer goed slapen vannacht. Hè. Hey, hartstikke bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en eet smakelijk.